Ja, in principe werk ik er heel graag mee. Het was heel erg wen in het begin. Je hebt een extra handeling tijdens je lessen. Dus als je met een rekenles begint, moet je eerst ander licht aanzetten. En dat is iets wat je niet gewend bent. Maar na een week was het eigenlijk heel gemakkelijk en uh, zit het zo in je systeem ingebakken dat het heel prettig werkt, ook voor de kinderen. Ik vind het een goed systeem omdat je de klas in vier verschillende settingen kan zetten. Dus het is net of je vier keer in een andere klas zit. En dat is heel gezellig ook voor de kinderen. Het zorgt voor verandering en het is heel afwisselend. Een gemiddelde schooldag begint met energielicht. Uh, meestal begin ik met een kring of beginnen we meteen met een rekenles. En als na een kwartiertje het energie uitgaat en we zijn uh, nog steeds met rekenen bezig, dan ga ik verder op concentratielicht. Kinderen zijn helemaal gewend aan dat het licht dan één keer omwisselt. Uh, na de rekenles gaan we vaak verder met lezen. Met lezen staat het standaardlicht aan. En verderop op de dag zitten we uh, regelmatig met een creatief vak. En tijdens de creatieve vakken staat het sfeerlicht aan. Nou, het energielicht gebruik ik vooral aan het uh, begin van de dag, het eerste kwartier, en aan het begin van de middag. Maar als ik bijvoorbeeld tijdens lezen merk dat de kinderen een beetje in beginnen te zakken qua energieniveau, dan heb ik ook wel eens de neiging om het aan te zetten om het weer een beetje op te peppen. Nou, ik verwacht dat de leerresultaten een stuk beter zullen zijn. Het is natuurlijk logisch als kinderen zich tijdens een toets en tijdens instructielessen beter kunnen concentreren, dat ze dan ook betere resultaten halen. Aan het begin van het jaar heb ik oudergesprekken gehad en toen hing het licht er net. En uh, toen was het heel speciaal dat tijdens het oudergesprek een aantal ouders al tegen me zeiden van goh, ik merk toch wel een verschil thuis. En ze konden er niet precies hun vinger op leggen, uh, iets meer energie of iets vrolijker. Maar kinderen kwamen wel gezelliger school uit.